Voor het eerst is er in het Portugese Portimão een Formule 1-race. Welke kansen biedt dat voor Verstappen? Dat gaan we bespreken met uiteraard Erik van Haren, neergestreken in de Algarve. Erik, zijn ze er een beetje klaar voor daar? Nou, ze hebben nogal wat opstartproblemen hier in Portimão. Het heeft de afgelopen dagen bijvoorbeeld flink geregend, om een voorbeeld te noemen. Dus laat ik kijken, bijvoorbeeld, ik moet altijd een parkeerkaart ophalen voor mijn huurauto. Dat moest ergens in de middle of nowhere gebeuren, maar dat het is daar helemaal overspoeld. Dus ze hebben nu in alle eil hebben ze dat verplaatst naar de fanshop hier bij het circuit. En ja, er waren nog heel veel problemen met de technische dingen en zo, maar ze schijnen het nu al redelijk opgelost te hebben. Oké. Het circuit is vrij recent en alle faciliteiten, dus wat dat betreft zijn ze er wel klaar voor. En je merkt dat iedereen er hier heel erg veel zin in heeft, want binnenkort krijg je ook de MotoGP, nu de Formule 1. Het zijn natuurlijk allemaal een beetje, ondanks de coronacrisis, een beetje cadeautjes voor dit circuit. Want ze staan natuurlijk alleen maar op de kalender doordat alles in de war is geschud. Ja, precies. Ze hebben er daar veel zin in dus. Maar hoeveel toeschouwers zijn er nou uiteindelijk welkom? Nou, er waren er bijna 50.000 normaal gesproken, 50.000 kaartjes verkocht, iets minder. Alleen die zijn nu zijn het er 26.000 die welkom zijn door de beperkingen van de overheid. Je moet je voorstellen, er waren een aantal voetgangerstickets, zo noemden ze dat, verkocht. Dus dan konden mensen rondlopen. Nou, dat is verboden. Dus je moet echt op de tribune zitten en dan ook met social distancing, zoals we dat nu allemaal wel kennen. Dus dat is flink minder. En dat zijn ook wel best wel mensen die al waren afgehaakt, die bijvoorbeeld van buiten Portugal kwamen. Ik geloof dat er ook al wat Nederlanders van plan waren hierheen te komen. Dat kan natuurlijk ook nog, want dit gebied is code geel. Ja. Maar beter iets dan niets. Het is pas de vierde race met publiek. Dus, maar goed, het is niet zoals het gewend zijn van andere jaren. Nee, zometeen nog over Verstappen voor de mensen die dat graag willen zien. Eerst even inderdaad over corona. Lance Stroll, die testte natuurlijk positief rondom de Grand Prix van Eifel. Dat heeft ook gezorgd voor striktere maatregelen, hè? Niet helemaal, want dat heb ik net nog even nagevraagd. Dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Alleen die maatregelen, die waren al, dat zie je ook in het document. We krijgen zo'n document van het hele protocol dat begin dit jaar, of eerder dit jaar is opgesteld. Daar zie je precies wat er is aangepast. En de datum die daarboven staat is 16 oktober. Dus dat was voordat de FIA, de Autosportfederatie, wist van de positieve test van Stroll van vorige week maandag. Racing Point, zijn team, heeft wel een reprimande gekregen van de FIA, begreep ik gisteravond. Omdat zij niet hebben aangegeven dat hij positief is getest. Kijk, hij werd positief getest nadat hij het circuit had verlaten. Alleen, je moet dat wel doorgeven. Het is ook een hele rare situatie. Hij voelde zich al een tijdje niet lekker. Toen voelde hij zich weer beter. Ging hij toch naar de Eifel toe. Weet hij 19 test ook, maar dat was op dinsdag. Ja. En toen werd hij pas op zondagavond, toen hij terug was thuis, weer getest. En hij heeft op zaterdag wel een dokter bij zich geroepen. Maar die zei, ja, je hebt buikgriep of buikklachten. En dat zijn geen coronasymptomen. Maar ja, ik weet niet waar die dokter zijn licentie heeft behaald. Maar ja, die bleek er dus wel naast te zitten, helaas. Nou, hij is er weer bij in ieder geval, Stroll, deze race. Laten we naar het Autodromo Internacional do Algarve gaan. Ja, Verstappen heeft daar wel eerder gereden dit jaar, hè? Ja, in januari is hij daar geweest, een paar dagen zelfs, om in een GT-auto te rijden. Hij heeft bijvoorbeeld onlangs, toen we naar Mugello gingen, heeft hij ook vlak daarvoor even getest in een GT-auto. Nu is het iets langer geleden. Maar dat deed hij natuurlijk ook voor de lol, want toen was er helemaal niet bekend dat Portimão op de kalender zou komen. Maar nu kan het hem ook wel van pas komen. Hij weet in ieder geval hoe het circuit eruit ziet, hoe die daar kan rijden. Toen was het wel heel nat. Zei die. Dus nu is de komende dagen nogal droog waarschijnlijk. Misschien zondag wel regen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar ja, Verstappen is wel iemand die vrijdag in die auto stapt, dat hij misschien rondjes nodig heeft. En dan weet hij het wel. Je kan op de simulator natuurlijk ook veel uitproberen. Ik zag net zijn teamgenoot Alex Albon weer de baan op gaan voor zo'n trackwalk. Hè. Verstappen zei al, die vraag hoef je mij nooit meer te stellen, want dat doe ik nooit. Nee, dat vindt hij niet nodig. Nee, vindt hij onzin, omdat hij zegt, ja, ik ken de baan al en als ik een paar rondjes in mijn auto zit, dan weet ik het ook. Dan ga ik niet nu nog in het zweet lopen, zeg maar. Hij moet ook vandaag al de journalisten te woord staan, hè? Dus dat is ook al heel zwaar. Nee, precies. Ja. Maar over het circuit, is het wel een circuit wat hem zou kunnen liggen? Dat denk ik wel. Ten eerste, dat ga je denk ik vrijdag al zien. Zie je echt welke coureurs er weinig tijd nodig hebben om zich aan te passen aan een nieuw circuit. Daarnaast zie je dat er maar één lang recht stuk is. En daarna wordt het heel technisch. En je hebt een aantal blinde bochten. Het gaat van op en neer, zeg maar. Ja, het is een heel spectaculair circuit. Ik denk dat inhalen wel heel lastig gaat worden. Misschien dat dat alleen wel bij de eerste bocht kan, hè, naar dat lange rechte stuk met DRS. Maar dat gaan we zien.
Maar goed, ik moet zeggen, je hoort ook al mensen, ja, dit is echt een Red Bull circuit en ja, weinig lange rechte stukken. Alleen ja, Mercedes heeft dit jaar natuurlijk ook bewezen dat ze niet alleen motorisch gebied voor dat lange rechte stuk, maar juist ook, ja, dit is een high downforce circuit, dus veel neerwaartse druk, dat Mercedes dan ook geweldig opdreven is. Dus ik zou me dan wat dat betreft nog niet rijk rekenen. Nee, precies. Maar ja, Verstappen is natuurlijk wel de man op technische circuits waar hij best uit de voeten komt. Ja, en vorige Grand Prix was hij tweede. En Albon die viel uit. Die zei nog, they race me so hard. Ja, de vraag die toch steeds dichterbij komt is, racen zij nog samen voor Red Bull volgend jaar? Nou kijk, Red Bull, met name teambaas Christian Horner, die zegt vaak, ja, dat is iets voor de media en jullie zijn heel negatief. Alleen Red Bull helpt daar natuurlijk ook flink aan mee, want Helmut Marko, die eigenlijk gewoon de beslissingen neemt en niet Christian Horner, die zegt continu in de media van, ja, Albon, in principe is hij onze man voor volgend jaar naast Verstappen, maar dan moet hij wel presteren. Kijk, en dan heeft hij eigenlijk nog maar een paar races om dat te laten zien. En ja, ik heb voor de krant van vrijdag eens even op een rijtje gezet onder elkaar hoe ver hij erachter zit. Ja, dan zit hij dan in de kwalificaties, presteert hij nog slechter dan zijn voorganger, Pierre Gasly, die natuurlijk zo vroeg werd gedegradeerd bij Red Bull. Red Bull zegt, niemand die Verstappen kan verslaan waarschijnlijk, maar je moet wel binnen ongeveer 3/10 kunnen komen. Ja, dat is Albon 1 keer gelukt. En dat was op Monza, waar Verstappen ook gewoon heel teleurgesteld was over zijn kwalificatie. Dus, en dan neemt de druk toe. En dan ben ik heel benieuwd of Albon zich kan revancheren. Maar goed, ik denk dat de tijd wel begint te dringen. Als je niet snel, als je ook een beetje de woorden weegt van Marco en een beetje tussen de regels doorleest, dan acht ik de kans niet heel groot dat hij volgend jaar bij Red Bull rijdt. Oké, nog even één ander dingetje. Erik, in een podcast heeft geloof ik de Mercedes-teambaas, Toto Wolff, gezegd dat Verstappen niet naar Mercedes komt. Had je dat ook gezien en hoe moeten we dat wegen? Ja, hij zei het, moet ik even goed nadenken, op de Nürburgring ook, in de sessie met de Duitse media. Dat begreep ik van een collega van Bild die toen naar mij toe kwam. Die vroeg van, is hij in beeld? En toen zei Toto natuurlijk van, nee, wij hebben al Esteban Ocon en George Russell onder contract staan. Die staan te trappelen als Hamilton of Bottas doorgaan. Kijk, ik denk dat Hamilton gewoon zijn contract gaat verlengen, alhoewel het wel vrij lang duurt. En er zijn nog zoveel haken en ogen. Je weet niet wat Toto Wolff zelf doet. Je weet niet hoe het met Mercedes gaat in de toekomst. Dus dat blijft afwachten. Maar ja, kijk, als Hamilton gewoon zijn contract met een paar jaar verlengt, dan weet ik wel zeker dat Verstappen daar niet naast gaat rijden, normaal gesproken. Want er is één iemand die dat niet wil. In ieder geval, en dat is Hamilton. En ik vraag me ook af wat Mercedes er in deze situatie, nu ze zo dominant zijn, wat ze er zelf mee op zouden schieten, ja, om twee kapiteins op één schip te hebben. Ja, duidelijk. Laten we nog heel even de kalender afpellen voor de rest van het seizoen. Want Abu Dhabi staat natuurlijk al op 13 december als slotrace op het programma. Maar er is nogal veel om te doen. De grenzen zijn dicht. Je moet geloof ik 14 dagen in quarantaine en je moet een track-and-trace band om. Wordt dat allemaal wel logistiek uitvoerbaar? Ja, ik heb het gisteravond even nagevraagd ook. Dat is toch wel een hoofdpijndossier voor de FIA, de autosportfederatie in de Formule 1. Ik verwacht dat ze, daar zijn ze mee bezig, dat het net zo wordt als de eerste drie races in Oostenrijk en Hongarije. Toen mocht ik bijvoorbeeld niet terug naar huis tussendoor. Toen moest ik echt daar blijven, in de bubbel, zeg maar. Dat zal daar ook, kijk, daar, als je daar 3 weken heen gaat, ga je tussendoor sowieso niet naar huis. Maar kijk, je moet je ook voorstellen, vliegen van Bahrein naar Abu Dhabi schijnt nu ook heel lastig te zijn. Dus de Formule 1 gaat dan proberen om voor de Formule 1 en alle betrokkenen, dus ook media, ja, noem maar op, iedereen die hierbij betrokken is, om die dan speciaal in Etihad vliegtuigen van Bahrein naar Abu Dhabi te laten vliegen. En dat je daar, omdat je ook telkens negatief getest bent, laten we dat hopen, dat je negatief bent, dat je getest bent, dat ze aan kunnen tonen dat je niet in quarantaine hoeft. Ja, als je 2 weken in quarantaine hoeft, dan is de race al voorbij, dus dat heeft niet zoveel zin. Nee, precies. We gaan het allemaal afwachten hoe dat gaat. Ik ben zeer benieuwd naar dit weekend en we spreken elkaar weer. Dankjewel.